Jij uitzicht alleen met mij. Wat kan mij dan nou schelen? En zit niet te liegen, want ik kom zo bij je, hoor. Eén keer om. Moet ik mij laten bedreigen, iedere dag? Heel goed mee, bom. Die vent is gestoord, je hoort dit gek uit. Nou, jij bent bedrijf op Pieter Baan Centrum, hoor. U doet niet mee aan de verkiezing voor de gezelligste straat van Nederland, hè? Kan je wel zeggen. Nou, mijn buurman heeft die schutting geplaatst. En je ziet het is een en ander op troep. Het is vlag op de stront schuit. De buurvrouw is een oude trol. En het is een vrouw met een IMD'tje. IMD staat voor intimideren, manipuleren, delegeren. Heeft ze al jaren hier gedaan, maar niet bij mij. Als ik die lelijke bek van hem zie, dan word ik al ziek. Tjonge, jongen, die zet je nog niet bij je gevangenen neer. En sinds dat die Tilly hier woont. Dat met is zijn drieën. De vrouw uit de vorige zaak. Met z'n drieën spannen ze tegen mij aan. Want dat hek heeft hij ook niet uit zijn eigen neergezet. Komt allemaal van haar op. Die hoge schutting die ik hier zie staan. En wat vind je ervan? Nou, ik vind het een uitzichtloos geval. En dan die bomen, die zitten er ook pas. En die heeft hij ook daar neergezet. Die struik, dat is een vlinderstruik. Ja, dat is een vlinderstruik. Ik vind er geen pest aan, het hele ding niet. Komt allemaal vlinders op af en insecten. Want weet je dat die heel hoog worden, die vlinderplant? Wordt heel hoog. Nou, als het aan mij lag, trapte ik het zo in elkaar allemaal. En heb je al eens wat gezegd tegen de buurman over de vlinderstruik? Nee, want ik hing een bloemetje overheen en dat heb ik eraf gehaald. Toen komt hij naar buiten. Hé, wat verdomme teringwijf. Dat mag ook niet, hoor, aan mijn kant, want dat kan ik zo weghalen. Zo, weg ermee. Die rotzooi. Met je poten van mijn struik afblijven. Hoor je? Wat een trap, je hoofd is zo voor je bek. Hij zou in elkaar trappen. Van mijn spullen afblijven. Dit is de derde keer. Binnenkort is het toch uitgebloed en komt die schutting ervoor. Dan moet je zo gaan kijken. Dag mensen. Hij staat al klaar. Hey, en 1,80 hoog. Ja, ga maar en hij is 1,80 hoog. Zo'n grote muil moet je hebben als mijn zoon er is. Ja, dat wil ik wel. Ja, ah, joh, je bent bang. Nee, joh, jij stoot. Je bent bang als je dood. Zal ik hem dan eens... Jullie zijn één kliek, jij en Tilly. Zal ik hem dan eens één keer? Jullie zijn één kliek. De rechtszaak op zijn bek passen. Kijken wie er dan bang is. Jij? Heerlijk als je... Laten we eens even... Och, maar jullie kant van de schutting ziet er een heel stuk beter uit. Ja, maar dat is een keuze die ze gemaakt heeft, Victor. Zij heeft een mooi... Is dat zo? Mooie kant gekregen. En toen zegt ze, van, ik wil hem gekleurd hebben. Ik zeg, vind je dat mooi, dat Indische rood? Er mag ook zwart bij. Want dat is ook mooi. Die zeggen, ik krijg je rood-zwart. Dit meen je niet? Dat meen ik echt. Hier die klauw aan me. Ja. En sla hem godverdomme zijn knie, schrijf het eruit. Ik blijf slaan tot die koud is. En zijn ogen doe je eruit. Kan hij ook niet meer naar zijn moeder kijken? Nee, hij moet vooral kijken hoe zijn benen naar de kloten zijn. Pof hem er zo op. Dat is toch verschrikkelijk, Fred? Dat is verschrikkelijk, maar als dat de enige uitweg is om die psychopaat van de deur af te houden. Maar waarom heeft u niet gelijk gezegd toen hij het maken was? Dat is niet goed. Ik was er niet bij dat hij aan het maken was. Jawel, hoor. Toen hij klaar was. Ik was er niet bij toen hij aan het maken was. Hoe moest ik dan de tuinhoos komen? Stel toen hij zo dan liggen, man. Anders krijg je een klap voor je. Hoe moet ik die tuinhoos komen dan? Ga weg. Gooi die deur alsjeblieft dicht. Nee, hoe moet ik dan die tuinhoos komen? Dan hij is aan jouw kant gemaakt. Geef je daar een teringklap boven je muil. Nee, dat maakt mij niet aan. Echt. Lief dat die Bas, want het zijn geen 2 jaar. Jawel. Ik heb hem nog nooit gezien. 2 jaar. Jij uitzicht alleen met mij. Ja. Maar waarom en zit niet te liegen, ik want lieg ik kom niet. Zo bij, hoor. Jij liegt. Zit niet te liegen. Jij liegt. Ja. Moet ik mij laten bedreigen iedere dag? Daar heb ik helemaal geen zin in. Iedere dag? Ben je wel goed bij het pan? Dat gaat gebeuren. Iedere dag, ja. Als jij mijn moeder lastig valt, wel, ja. Ik val je moeder niet lastig. Zolang je mijn moeder... Nou, ik val jou ook niet lastig. Nou, daar zijn we er toch. Nou, daar zijn we er toch. Schutting ervoor, even goede vrienden. Ja. Ik wil je niet eens zien. Oh, wacht even. Ja. Dat is gelul, hè, wat je nou zegt. Jij bent iemand die zijn woord voor zijn leven niet houdt. Oh, ga jij me dat nou vertellen? Ja. Wie bent u? Nou? Ik ben de buurman van hem. Daarnaast, aan de andere kant. Aan de andere kant. Oh, dat zijn de ontbrekende buren hier. Ja. Het ging om die schutting. Ja. Dit is op de janken, dat hele verhaal. Hij heeft die schutting erin gezet op 60 centimeter na. Heb zij elke keer gevraagd, buurman, heb je dat, maak het even dicht. En van de week of van 2 weken geleden zegt hij tegen mij... Nou, wat zit er over de schutting te zeiken? Hij zei, dan krijg je de schutting, maar wel voor de raam. Ja, heb ik gezegd, ja. Maar... Die vent is gestoord, die hoort in het gekhuis. Nou, jij bent rijp op Pieter Baan Centrum, hoor. Kom ik toe aan de schutting achter? Nou, dat is een mislukking. Maar omdat Annie daarover niet tijdig heeft geklaagd... heeft zij het recht verloren
om dat nu alsnog te doen. Boetes op kunnen gaan zetten, maar daar zie ik eigenlijk weinig heil in. Wat ik wel zal doen, is u ernstig waarschuwen. Want als u hiermee doorgaat en het nog verder uit de hand gaat lopen en er misschien wel sprake is van strafbare feiten, en doodsbedreigingen zijn strafbare feiten, dan loopt u het grote risico dat de woningbouw naar de kantonrechter in Lelystad gaat en gaat eisen dat u de woning wordt uitgezet. Er staat wel wat op het spel hier. Hou ermee op. Negeer elkaar. Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel.